Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe uitzending van Ondiep TV. We hebben weer drie nieuwe items voor u. In het eerste item haal ik herinneringen op aan Ondiep met Koen van Kasteel. In het tweede item praat Bert Feites met de familie Tieland over het Ondiep van vroeger. En in het derde item spreek ik met Gert van Es over de Cort van der Linden School. Veel kijk en wijd plezier. Met oud-ondieper Koen van Kasteel haal ik herinneringen op hoe hij voetballen heeft geleerd in Ondiep. Ja, als jochie zijnde heb ik hier mijn voetbalcapaciteit ontwikkeld. Alleen er was een ander hek voor de rest en andere huizen aan de overkant. Maar voor de rest is het nog, die school is nog ongewijzigd. Als je uit school kwam tussen de middag, had je anderhalf uur, twee uur, had je vrij. Dus dat was elke middag met je vriendjes, was dat hier voetballen. Of tenzij je in het doel stond. Dus ik heb hier mijn keeperconditie eigenlijk nog ontwikkeld. Vroeger mocht je niet bij een vereniging, tegenwoordig is het vanaf 6 jaar geloof ik al dat ze al bij een vereniging mochten spelen. Maar ja, wij waren minimaal 10, dus alles wat eronder zat, dat deed je op straat. Zoals je hier ziet, het staat vol van de auto's, maar er waren toen nog weinig auto's. En de politie die reed in motor met zijspan en dat waren best hoge laarzen. En je mocht op straat helemaal niet voetballen. En je had ook nog respect voor die gasten. Dat is er tegenwoordig ook niet meer bij. Als ze er tegenwoordig krijgen, ze klinken voor de kop. Hoe belangrijk is deze plek geweest voor je voetbalcarrière? Nou, dat is heel belangrijk geweest. Want ik heb, ja, hierachter is de Tobekkelaan. We hadden nog een paar velden, er werd er om beurten op de Zuiderse Laan gevoetbald. Maar ik heb daar zowel bij HMS gehonkbald als gevoetbald. En daarna ben ik naar Velox ben ik verhuisd. Heb ik nog betaalde jeugd gespeeld, moet de eerste cent op beuren trouwens. En toen ben ik weer teruggegaan naar HMS. Ik ben er een paar jaar uit geweest en toen ben ik naar SSVU gegaan. Dat is tegenover Velox. En welke herinneringen heb je hier aan de school in het Ondiep? Nou, ik heb hier op de kleuterschool gezeten. Ik heb er geen diploma van, dus daar kan ik niet over leggen. Maar... En voor de rest, de lagere school, ben ik naar de Rietendakschool geweest. Dat heet tegenwoordig, dat was toen de Cort van der Linden school. Maar ik woonde hier aan de overkant. Mijn beste herinnering, dat is heel moeilijk. Ik denk dat het de onbezorgdheid was die je toen had. Mijn vader was al weg. Mijn moeder en ik ben eigenlijk door mijn moeder en mijn zus, die is 8 of 9 jaar ouder, ben ik opgevoed. Maar ja, de onbezorgdheid, dat denk ik op die leeftijd. Ik denk dat iedereen dat heeft. Waar je geboren bent en opgegroeid bent, dat heeft iets, ja, iets magisch. In het kader van verhalen uit Ondiep volgen we vandaag Agnes en Leen Tieland. Ja, we staan hier bij de Nieuwlichtstraat en de Wijnbestraat. Vroeger was het de Aalbestraat en zo werd het de Wijnbestraat, ja. Hoe lang heb je in deze straat gewoond? Van 1946 tot 1973. Ik heb hier op school gezeten, dus ja, eigenlijk mijn hele jeugd doorgebracht. En wie heb je hier ontmoet? Mijn meisje, wat nu mijn vrouw is. Zij was 14, bijna 15 en ik was 17. En ze kwam tegenover ons wonen en het was liefde op het eerste gezicht. En het is zo gebleven. Ruim 57 jaar zijn we nu getrouwd.
Ik kwam uit de Druifstraat en toen was ik 14, toen zijn we hier naartoe verhuisd. En toen heb ik Leen ontmoet dan en die woonde aan de overkant op 32. En van daaruit hebben we verkering met elkaar gekregen. Maar we hebben vroeger hier ook heel leuk gewoond. Gewoon, ze kwam langs, ik denk, hé, dat is een leuk meisje, die wil ik hebben. Maar in eerste instantie stribbelden ze er wel tegen. Maar het is toch goed gekomen. Maar de vader die gaf uiteindelijk? Ja, nou, die werkte zwaar tegen, want die wilde zijn dochter nog niet kwijt in die tijd. Wij zijn in 1973 uit de wijk weggegaan. Toen zijn we verhuisd naar Tuinwijk. En daarna zijn we in 1977 zoiets verhuisd naar Houten. Dit is het huis van mijn man, dus van Leen. Dus daar hier woonde hij met zijn zus en zijn vader en zijn moeder. Dat is 34. En hier zie je ook nog in de straat en daar zie je dan pannenvis op. In het hoekje zie je de schoorsteen ervan. En dit was toen wij trouwden. En hier zie je dan het rijtje van de huizen met een voortuintje ervoor. En dit was dan het gedeelte dat de huizen... aan de overkant, die werden dan afgebroken en deze werden verbouwd. Die zijn helemaal nieuw aan de overkant. Hier kwam de klopper aan de deur. Wat is dat, de klopper? De klopper is iemand die kwam als je vroeg je bed uit moest. Dan kwam die kloppen en dan klopte die net zo lang op de deur tot je antwoord gaf. En dan kwam die vrijdags kwam die geld ophalen. Dat was 5 of 10 cent. En dan dronk hij hier ook een kopje koffie. En hier kwam de voddeman door de straat, de melkboer, de bakker. Rond kerst kwam er altijd hazen en konijnenvellen ophalen. Hadden de mensen geslacht en dan riep die hazen en konijnenvellen. En er kwam hier van alles door. Scharen sliep ook nog. Ja. Echt voor de boer. Ja, aardappelschillen werden opgehaald en al die dingen meer. Dat kwam dan allemaal door de straat heen. In de Nieuwlichtstraat had je een manufacturenwinkel. We hadden een groenteman. We hadden twee winkels waar je boodschappen kon halen en één verkocht er ook olie. Hier verderop was een slager en de Lubro was er. En hier op de hoek daar zat ook een levensmiddelenwinkeltje. Ga je naar rechts toe, daar zat er een bakker. Dus ja, er was echt heel veel. En de bus reed hier door de Nieuwlichtstraat, lijn 6. Wat deden jullie voor spelletjes als meisjes hier in de straat? Hoepelen, tennissen en al die dingen meer, weet je. Want er kwamen bijna geen... voetballen deden de jongens. Van alles en nog wat. Al wat je op de straat kon doen, knikkeren. Al wat je op de straat kon doen, dat werd gedaan dan. Ja, stoepranden gooien, schieten. Of er stonden dus hier stond op de hoek, stond dan een muur. En die gebruikte je dus als doel. En dan stond je dus op te schieten. Zelf ook voetballer geweest? Ik ben zelf ook voetballer geweest, maar niet hier in de buurt. Ik zat bij Midlandia. Dat was achter het stadion. Waar was je fan van? Ik was fan van Elinkwijk. Ja, de sfeer was gezellig. Hè? Dus ooit zei iemand, het was hier een asociale buurt. Maar het was gewoon een arbeiderswijk. De touwtjes hingen uit de brievenbus dat de kinderen als ze thuis kwamen. En de ouders waren niet thuis, de moeder was niet thuis. Konden ze zelf naar binnen. Zoiets was het. Het was een hele gemoedelijke buurt en ja, het was gewoon iedereen een sociaal, dus iedereen lette op elkaar. Oud-ondieper Gert van Es vertelt zijn herinneringen aan de Rieten Dakschool. Ja, die herinneringen worden natuurlijk steeds sterker naargelang je mensen tegenkomt die op dezelfde school gezeten hebben. En toevallig heb ik dan die mazzel dat ik dat de afgelopen jaren gedaan heb. Maar de herinneringen, ja, ik ga van huis uit. Mijn broer en twee zussen hebben hier ook op school gezeten. De school ook afgemaakt. Mijn moeder had een werkhuisje. Later is ze in de jaren 50 bij de Semsto gaan werken. En toen kreeg ze als opdracht om deze school schoon te maken. Maar niet alleen zij alleen, het hele gezin.
Want de inkomsten van het schoolschoonmaak hebben we gebruikt voor het zomerhuis in Katwijk. Dus wij waren verplicht om ook in de grote vakantie een week mee te helpen. En af en toe zeg ik wel eens thuis, de geur van de boemwas van toen, die kan ik nog steeds ruiken. Maar ik heb een ideale periode hier meegemaakt. Hartstikke gezellig, leuke leraren. En als je mensen uit die tijd spreekt, dan hebben we het maar over één leraar. En dat was de heer Vermeer. Ik zal niet zijn bijnaam noemen, want dat is niet interessant. Maar het is een hele leuke periode. En het gros van de klassen toen, 5 en 6, die gingen allemaal naar de overkant, naar de Gerrit Avensmuro. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, 6 jaar Rita Dakschool. En in dit geval 5 jaar Gerrit Avensmuro. Dat is 11 jaar. Nou, dan heb ik met 60-70% van dezelfde mensen opgetrokken. Dus een hele gezellige periode geweest. Wat was het voor soort school? Ik denk dat 80% van de mensen die op deze school zaten, uit deze buurt kwamen. Dus die zag je niet alleen tijdens schooltijden, maar ook daarna. Op het voetbalveld van Holland of Hammers of Dos. In de straat, in de buurtfeesten. Dus was, je kwam elkaar altijd wel tegen. Of hier, verderop op de Kloosterlaan, waar dus een groot grasveld lag. Waar je na schooltijd allemaal ging voetballen. En soms op vrijdagavond in het badhuis. Want ja, we hadden thuis geen douche, althans de meeste niet. Dus dan zag je elkaar ook nog in de wachtruimte voor het badhuis. Welke activiteiten organiseerde de school? Nou, wij deden als school sowieso wel mee, als ik me nog goed kan herinneren, aan het paasvoetbaltoernooi. Scholen tegen elkaar. En wij hadden hier best wat jongens lopen die aardig konden voetballen. Dat is één. Ja, en elk jaar een dagje uit, hè. Soms wel eens een paar dagen uit. Als je nou kijkt naar deze foto, dan staan we dus te wachten op de bus van de twee provinciën. Volgens mij bestaat die organisatie niet meer. Maar je ziet het, zoveel mensen gingen er mee. En als je kijkt naar datgene wat die jongens bij zich hadden, dan, een koffertje met kleding, maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar dat was het dus wel voor een paar dagen. En bij de Gerrit Avensmuro gingen we op schoolkamp. Op de fiets naar Bergen aan Zee. En ja, daar bleef je een paar dagen. En dat was natuurlijk reuze gezellig. Want er was meer keettrappen of kussengevechten, s'avonds of s'nachts. Maar goed, hartstikke heel gezellig. Er is nooit iemand naar huis gestuurd, dat weet ik nog wel. Wij hebben geprobeerd een jaren geleden een soort reunie te organiseren. Dat is ook gelukt. En toen had de directeur alle klaslokalen voorzien van een sticker. Bijvoorbeeld degene die tussen 54 en 55 op school gezeten hadden, die moesten naar lokaal A. En zo liep dat door naar lokaal B. Ja, en het doet me altijd nog wat als je dan in de krant leest dat de school weer in de fik stond, om het zo maar uit te drukken. En als ik hier vanuit Breukelen naar Utrecht fiets, dan fiets ik bijna altijd langs deze weg, want daar heb je natuurlijk sowieso al herinneringen aan. En dan denk je ook aan de school, ook aan de Gerrit Avensmuro, maar ook aan deze school. Dan denk je, ja, het is een schitterende tijd toch geweest. En is de school echt een monument in de wijk? Sterker nog, het is een monument in de stad, vind ik. Als je kijkt hoe deze school een aantal keren door de fik toch weer opgebouwd is. En nog steeds zonder problemen genoeg leerlingen krijgt, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, die school moet never nooit weg. En iedereen heeft het over de Kort van der Linden school uit mijn tijd. Maar de gemiddelde Utrechter, als je dan vraagt waar is de Kort van der Linden school, dan weten ze het niet. Maar zeg je waar is de Rita Dak school, dan weet iedereen het. En dat moet ook zo blijven. Dit was het weer voor deze week. En wilt u ook vrijwillig verslaggever worden bij Omdiep TV? Meld u zich dan aan via onze site. Tot de volgende keer.